En die politieagent die zei van, ja, maar als ik mijn eigen ogen niet kan geloven, dan kan ik toch geen bon meer uitschrijven. Nou, dat is een hele verstandige opmerking die u daar maakt. Hoe houden onze hersenen ons voor de gek? De Universiteit van Nederland presenteert sociaal-psycholoog professor Dr. Daniël Wigboldus. Ik wil jullie graag voorstellen aan Linda. Of laat ik er voor deze ene keer dan, want in het echte experiment heet ze Linda, laat ik er dit keer Karin noemen, om me niet te verwarren met een bekende Nederlandse Linda. Karin. Karin is 31 jaar, Karin is single, is heel extravert en heel slim. Karin heeft ook filosofie gestudeerd en ze was tijdens de studie was ze heel erg begaan met sociale rechtvaardigheid en discriminatie. Ook tijdens haar studie participeerde ze in anti-kernwapendemonstraties. Kunt u zich een beeld vormen van Karin? Ja, kunt u zich een beeld vormen? Oké, nou, als u zich een beeld heeft gevormd, heb ik een vraag voor u. Ik heb hier zo dadelijk een aantal stellingen op het scherm staan. Hier staan ze, A tot en met F. Ik hoop dat u ze allemaal kunt lezen. En ik wil u vragen om deze 6 stellingen even snel in uw hoofd op volgorde van waarschijnlijkheid te zetten. Dus de vraag is, welke is het meest waarschijnlijk van toepassing op Karin en welke is het minst waarschijnlijk van toepassing op Karin? En zet ze even alle 6 op volgorde. Lukt dat? Lukt dat? Ja? Oké, dan heb ik in dit kleine experimentje heb ik een vraag voor u. Moet u gewoon, we zijn onder elkaar, dus antwoord gewoon eerlijk. Wie van u heeft in het lijstje, terwijl u het zo op volgorde zette, wie van u heeft F, Karin is bankbediende en actief feministe, als waarschijnlijker van toepassing op Karin dan D, Karin is bankbediende? Ja, dat is de overgrote meerderheid. Nou heb ik toch de indruk dat ik hier niet voor het domste deel van de natie sta te praten. Nou wil ik u vragen eens even heel goed na te denken met mij. De kans dat je bankbediende bent en actief feministe, kan die kans groter zijn dan dat je alleen bankbediende bent? Dat kan niet. Ik weet niet of u het begrip deelverzameling kent, maar bankbediende en actief feministen is natuurlijk een deelverzameling van bankbediende. Het kan nooit zo zijn dat F waarschijnlijker is dan D. Nou hoeft u zich nergens voor te schamen, want in onderzoek van Tversky en Kahneman, waar Karin dus Linda was, maar voor de rest was het experiment vrijwel hetzelfde, koos ongeveer 91% van de proefpersonen dezelfde volgorde. Die hadden dus in dit geval F als waarschijnlijker dan D. Bankbediende en feministen waarschijnlijker dan bankbediende. En dat kan dus helemaal niet. Dat is logisch, onjuist. Waarom kiest u dan toch voor F? Omdat het er staat. Maar waarom is F meer van toepassing op Linda? Omdat ze demonstreerde, wordt daar gezegd. Nou, twee interessante punten. Het eerste, waarschijnlijk heeft u dat gekozen omdat F representatiever lijkt voor Linda. Omdat het verhaaltje wat ik vertelde, met filosofie gestudeerd, anti-kernwapendemonstraties, sociale rechtvaardigheid, daar past F bij. Tweede interessante punt. Heb ik het woord feministe gebruikt in mijn omschrijving van Linda? Nee. Is als je anti-kernwapendemonstraties, als je daaraan meedoet, is het dan een vereiste ook dat je feministe bent? Dat hoeft niet, maar het past wel heel erg in het stereotype beeld. U heeft zich een beeld van Linda gevormd en dat beeld wat u zich heeft gevormd is heel handig, want daarmee kon u ook meteen nieuwe informatie over Linda uit afleiden, namelijk ze zal ook wel feministe zijn. Nou, dan nog is dit altijd onwaarschijnlijker dan dat. Dus twee interessante dingen. U maakt aan de ene kant een rationele denkfout, omdat u zo, en dat is het tweede punt, op dat stereotype afgaat.
Maar u bent dus niet de enige. U bent niet de enige. Nou, wat zijn dat nou? Stereotypen en vooroordelen waar we het over hebben hier. Er zijn heel veel verschillende definities van wat stereotypen en vooroordelen zijn. Maar de meest gebruikte en de meest kale is eigenlijk dat een stereotype, dat is een link, een associatie tussen een bepaald groepslidmaatschap en bepaalde kennis. Dus als ik zeg skinheads, dan zeggen jullie bijvoorbeeld kaal. Wat toevallig, wat toevallig. Skinheads, kaal. Of skinheads, hogere Dr. Martens schoenen enzovoort. Dat is stereotype kennis. Kennis die geassocieerd is met een bepaalde groep. Een vooroordeel, dat is daaraan gerelateerd, maar een vooroordeel is een link tussen een bepaald groepslabel, een bepaalde groep, en een bepaald positief of negatief gevoel. Dus als je zegt skinhead angst, dat is het vooroordeel. Als je zegt skinhead kaal, dat is een stereotyp beeld. Nou, stereotypen en vooroordelen spelen een hele belangrijke rol in het gebied waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, namelijk hoe vormen wij onszelf een oordeel van anderen? Hoe vormen mensen zich een oordeel van de andere mensen om zich heen? En dat is niet interessant alleen voor psychologen, dat is ook interessant voor juist mensen die zich professioneel een oordeel vormen van anderen. Als je politieagent bent, als je rechter bent enzovoort, dan is het cruciaal dat je juist in zo'n professionele werkomgeving, dat je je objectief een oordeel van anderen weet te vormen. En stereotypen en vooroordelen wil je niet dat die daar een rol bij spelen. Ik heb zelf de afgelopen periode gemerkt, de afgelopen jaren, hoe sterk stereotypen een rol kunnen spelen. Bij de aankondiging hoorden jullie het net al, Daniel Wigboldus, hoogleraar sociale psychologie. Nou, tot 2 jaar geleden, als ik zei ik ben sociaal psycholoog, zei iedereen, goh, leuk, wat doe je dan? De afgelopen 2 jaar, dankzij een klein fraudegevalletje in ons wetenschapsgebied, als je ergens zegt ik ben sociaal psycholoog, dan is het dan is de eerste reactie nou, iets van totale zieligheid. Oh, wat erg voor je. Of vrienden van mij die meteen zeggen, joh, nog een beetje lekker gefraudeerd de laatste tijd. Heel interessant voor iemand die eigenlijk al decennia lang onderzoek doet naar stereotypen en vooroordelen, dat ik nou eens zelf aan de kant van de gestigmatiseerde groep stond. En zelf op grond van het gedrag van 1 lid van die groep, negatief gedrag van 1 lid, wat meteen gegeneraliseerd werd naar de groep als geheel. Nou, als we het hebben over stereotypen en vooroordelen, dan beginnen we eigenlijk altijd met waarnemen. Het zien van anderen om ons heen begint met waarnemen. En het interessante is, als je daar begint, puur bij het waarnemen, dan zie je al hele interessante psychologische fenomenen ontstaan bij ons mensen. En dan gaat, heb ik het nog niet eens, heb ik het dan over het waarnemen van anderen. Sociale waarneming, sociale perceptie. Nee, zelfs gewoon ook als we objecten om ons heen waarnemen, zijn er al allemaal interessante dingen te zien. Walter Lippmann was begin vorige eeuw was een journalist. En die schreef een, wat mij betreft, heel indrukwekkend boek. Wat ik hier bij me heb. Het boek heet Public Opinion. Het komt uit 1922. Ik kan het elke geïnteresseerde student aanraden om te lezen. Het boek Public Opinion van Walter Lippmann is een van de eerste boeken waarin het begrip stereotype wordt geïntroduceerd, zoals we het op dit moment gebruiken. Een journalist, hè, die dus dat begrip introduceerde. En Walter Lippmann die zegt in dat boek heel veel interessante dingen, maar één heel interessant ding is dat hij zegt, for the most part, we do not first see and then define. No, we define first and then see. Het is niet zo dat als wij naar anderen kijken, als we naar de wereld kijken, dat we op grond van wat we zien tot een bepaalde definitie komen van wat we zien. Nee, het is misschien wel veel vaker zo dat wij al kennis in ons hoofd hebben en vanuit die kennis kijken we. En dat bepaalt wat we uiteindelijk zien. Een heel belangrijk punt en een paar voorbeelden daarvan uit de waarnemingspsychologie. Ik heb hier een afbeelding voor u van een, 2 tafels. En stel dat ik zou vragen om een tafelkleed te knippen voor de linkertafel en voor de rechtertafel. Nou, de meeste mensen die zullen zeggen van, nou, dan knip je voor de linkertafel een wat langwerpiger tafelkleed en voor de rechtertafel een wat vierkanter tafelkleed. Toch? Ja, zou ik ook zeggen als ik het zo zie. Nou, let op, als we de tafel kantelen,
het is precies hetzelfde vlak. Ik zie u kijken, huh? Het is geen trucje. Ik zou maar zeggen, als iemand een schaar bij zich heeft, dan knippen we het even uit. Het is geen trucje, wat gebeurt hier? Ons brein kijkt hiernaar en kan niet anders dan dit interpreteren als een driedimensionale afbeelding. Ons brein is geëvolueerd in een wereld die driedimensionaal is. En automatisch corrigeren we daarvoor, meteen. Er is geen moment geweest tot nu toe in dit college dat ik heb gedacht, oh, hier zitten hele grote mensen en daarachter zitten hele kleine mensen. Ik heb er nog geen moment bewust aan gedacht. Wat er gebeurt, mijn brein, als je erover nadenkt, is heel knap, die corrigeert daar automatisch voor en die weet, nou, jullie zullen wel dichterbij zijn en jullie zullen verder weg zijn. In deze figuur ook, er zijn aanwijzingen dat het driedimensioneel is, in de poten en dergelijke. Dus dit deel van de tafel zal waarschijnlijk dichterbij zijn dan dat deel van de tafel. En dat is meteen van invloed op hoe we de vorm waarnemen. We kunnen niet anders. Gebeurt helemaal automatisch. En het is maar goed ook. Maar we zien dus wat anders, we nemen wat anders waar, dan dat er in het tweedimensionele vlak is. Dat is toch boeiend, of niet? Nou, nog een voorbeeld. Hier zo, is ook een mooie. De meeste mensen die zien hier 8 rondjes die uitgedeukt zijn en 1 rondje wat ingedeukt is. Mee eens? Nou draaien we hem om. De meeste mensen zien hier 8 rondjes die ingedeukt zijn en 1 rondje wat uitgedeukt is. Mee eens? Nou, hoe komt dat? Door het licht en de schaduw, natuurlijk. Licht komt altijd van boven. Ons brein is geëvolueerd, is groot geworden in een omgeving waar licht altijd van boven komt. Wij corrigeren daar meteen voor. Als er in een afbeelding bovenin licht zit en onderin zit het donker, ja, dan moet dat donkere komen vanwege de schaduw en het licht valt erop. Als er onderin licht zit, dan moet het licht erin vallen. Dus moet die ingedeukt zijn. En wij kunnen haast niet anders dan naar deze figuur kijken dan in dit geval 8 ingedeukte en 1 uitgedeukt rondje. Ook als u dit nu weet, en dat is ook interessant, als ik u nu zou vragen, probeer er eens op een andere manier na te kijken, is echt heel moeilijk. Nog een voorbeeld. Ik heb hier een afbeelding van een schaakbord. En dit is een hele interessante. Hier gebeurt heel veel tegelijkertijd wat licht en donker betreft. Aan de ene kant zien we een soort schaakbordachtig patroon. En er is altijd wel een student in de zaal die zegt dan, ja, maar een schaakbord is 8x8. Ja, dat weet ik. Daar gaat het me niet om. Het is een soort schaakbordachtig patroon. En er staat hier een cilinder op het schaakbord en er valt licht van deze kant. En door dit object is er schaduw op het schaakbord. Daardoor zijn sommige vlakjes zitten meer in het licht, andere zitten meer in het donker. Heel complex. Wat nou als ik u vertel dat dit lichte vakje hier in het midden ongeveer dezelfde kleur heeft als dit donkere vakje hier? Ik zie verschillende van u kijken. Wicht Bolders, tot nu toe was het leuk. Maar nu ben je me toch echt helemaal kwijt. Nou, het punt is, wat hier gebeurt, en ik zal het u straks laten zien om u te overtuigen hoor, vertrouw me. Maar dit vakje heeft ongeveer dezelfde kleur als deze. Sterker nog, dit vakje is zelfs iets donkerder dan die. En dat komt omdat dit vakje omringd is door donkere vakjes, lijkt die iets lichter. Omdat deze omringd is door lichte vakjes, lijkt die iets donkerder. Deze is ook nog in het licht, daar corrigeren we voor. Deze is in het donker, daar corrigeren we voor. En het netto resultaat is dat we een donker vakje eigenlijk donkerder maken dan die daadwerkelijk is. En een licht vakje lichter maken dan die daadwerkelijk is. Als we het schaakbord namelijk weghalen en alleen de vakjes laten staan, dan kunt u dat goed zien. Als er iets aan de hand is, dan is deze iets donkerder. Dat is toch heftig? Ik heb eens voor een zaal met politieagenten gesproken en op dit moment ging er een hand omhoog. En die politieagent die zei van, ja, maar als ik mijn eigen ogen niet kan geloven, dan kan ik toch geen bon meer uitschrijven. En ik zei, nou, dat is een hele verstandige opmerking die u daar maakt. Een hele verstandige opmerking.
Nou, dat schaakbord is heel interessant, omdat er meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren. Wat er ook gebeurt in het schaakbord, is dat we hebben een bepaalde kennis in ons hoofd. We zien dat er lichte en donkere vakjes zijn. We weten dat het ene vakje licht moet zijn en het andere vakje donker moet zijn. En die kennis, denk aan Walter Lippmann, die definitie die al in ons hoofd zit, die bepaalt wat we zien. Ik wil u straks een figuur laten zien en daar is iets bijzonders mee aan de hand. En ik wil u vragen om, zodra u ziet wat er bijzonder is, om uw hand op te steken. En als u twijfelt, als u denkt van nou, zou dit het zijn, dan is het het niet. Het valt echt meteen heel erg op. Dus zodra u iets bijzonders ziet, dan steekt u uw hand op en zegt u natuurlijk nog niks tegen de buren. Afgesproken? Nou, hier komt hij. Ik zie één hand nu. Twee handen, drie, vier. Nu komen er opeens wat handen omhoog. Ja, dit schiet niet op zo, hè? Ik zal u een tip geven. Het bijzondere zit hem in de onderste helft van de figuur. Het schiet nog steeds niet echt op. Ik zal u nog een tip geven. Hier in het wit, dit is een S. Oh. Oh. Nou, dan ziet u de andere letters natuurlijk ook wel. Nou, nu... Nu zijn er psychologen die zouden er een heel verhaal van kunnen maken wat het precies betekent als u meteen ziet dat u er sec staat. Of wat het betekent als u het nu nog steeds niet ziet. Daar gaat het mij niet om. Daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is het volgende. Als ik nu de figuur weghaal en als ik nu tegen u zeg, ik ga u zo een figuur laten zien. Als u iets bijzonders ziet, steekt u uw hand op. Afgesproken? Daar komt hij. Ja. Dan denk je, ja, dit is ook een beetje suf, maar dit is cruciaal. Want wat dit betekent is, ik heb zojuist in de afgelopen 2 minuten uw leven definitief veranderd. U zult nooit meer naar deze figuur kunnen kijken zonder dat u het woord seks ziet. Sterker nog, ik denk als u volgend jaar, als we hier weer zouden zijn voor de reunie, en ik laat deze figuur zien, dan ziet u meteen weer seks. U heeft nu kennis van deze figuur en die kennis beïnvloedt wat u ziet. U kunt nooit meer naar deze figuur kijken zoals een paar minuten geleden. Zo werkt het net zo als wij naar andere mensen kijken. Datzelfde brein gebruiken wij als we naar andere mensen kijken. En ook als we naar andere mensen kijken, hebben we vaak al heel veel kennis op grond van de groepen waar ze lid van uitmaken, die in ons hoofd zit. En met die kennis kijken we. En die kennis beïnvloedt ook wat we zien. En hoe dat uiteindelijk van invloed is op wat we uiteindelijk zien in andere mensen, dat gaan we bespreken in het volgende college. Dank u wel.